hier dan over te hebben. Dat is als hier dan over het volgende. Dat kunnen ze ook in Baakhoven ontvangen. Dat kunnen ze ook in Baakhoven, ja, ja. Hebben ze hier kabel dan? Ja. Oh, wat een luxe. Een, ja, 70, ja. Ja. En hoe lang woont jij al in Baakhoven? Ik woon van 69. 69? Mooi, lang van 10 jaar. Dus ik ben hier groot gebracht, hè. Op dit, wat is het? Boerderie? Ja, ja, ik woon hier achter. Oh, het eerste is, hè. En Jus Marieke wel, van het papvloes nog. Toch? Ja, het papvloes zaliger nog gemaakt vroeger. Wie heeft dat gemaakt? Op zaliger. Ja. Ook pap heeft hij altijd geboerd? Ja, wat ik het kopen gehad, ja. Niet veel, maar gewoon een beetje hobby. Ja, ja. Wat een geweldige plek. Dat wordt de beste. Kijk. Ah, zo. Ja, dat kan je hier dan al, want daar gaan we weg. Zal ik ook eens zeggen, maar dat werd geen natuurlijk ook, als ja? Liefhebber van het programma, ja? Dat we nog nooit een aflevering van Ongeweeg hebben opgenomen in Baakhoven. Nee, is dat de eerste? Dat moet dat de eerste zijn. Ik ben nog nu wel dankbaar. Oh, kijk eens aan, zeg. Ja, dat ben ik. Hé, hey, dat zie ik. Dat zijn stevige jongens. Ja, dat zijn stevige jongens, hè. Ja. Dat denk ik, hè. En wie is dat? Ziet jij dat? Nee, dat ben ik samen. Dat zeggen ze wel als ze richten, maar dat ben ik wel het niet. Wie is dat dan? Dat is gewoon een gekochte. Oh, een gekochte? Ja. Och, kijk, wat leuk. Nou, op een zaakje zit, ja, die geet. En daarachter loopt een peertje. En kipjes, overal kipjes. Dus, je ziet echt van de biersten? Ik ken hier allemaal, het zit in de familie. Wie woont hier nog meer dan? Ja, ik nog mijn broer en mijn zus. Ja. Mijn zus is nu 2 jaar bij mij komen wonen. Dat hou altijd in 30 gehoord, maar ik koos het heel goed oud. Waarom? Moest een oude saus terug. Ja? Ja. Het heeft ze heel goed gewend hier. En zo ga even open. Ja, want volgens mij zoog ik ze net de lak door de... Ja, ik hoop dat, ja. Enig. Rudy, heb je het verken gezien? Wat zeg je? Enke boters, hè? Als jij ergens dolle bent, Rudy, dan is het kabouters. Kijk uit voor de... Och, kijk nou toch, wat leuk, hè? Och, kijk! Hé! Hey. Wat heb je, mama Rits? Dat is 2 jaar in de moeite gehoord. Oh, die zijn naar achteren. Oh, dat is een Lindy. Geweldig. Ja, ja. Een buikje. Dat is de achter, dat is Lily, dat is eerst van haar. Hé, hey, goedemiddag. Hallo. Hallo, joh. Dit man is een handje. Hartstikke leuk. Ja, maar hallo. Nee, ja, nee, ik, ja. We zien normaal altijd van de handjes, maar... Nee, sorry, ja. Ja, dat is een stomme tiet nu, hè. Hé, maar wat huurde ik nou net? Je ziet pas 2 jaar geleden hier teruggekomen. Ja, ja. Terug in het oudershuis bij mijn 2 broers. Ja. Hey, maar... dat is toch wel heel bijzonder dat je nog met z'n drieën... Wat bleef? Moet kennen. Ja, zeker moet dat kennen. Waar één klinkomhoos, hè. Met, word je ook met 3 kindertoes? Nee, 7. 7? De laatste zijn de 2 jongens gestorven. Oh. Ja, papa en mam en 2 jongens zijn overleden. En ik heb een tijdje alleen gewoond en van mijn gezondheid ben ik dus bij mijn broers gaan wonen. Ja. En een heerlijk hier. Lily, mijn kusje. Ja, ze heel van beest en het kusje. Oh, het kusje is Lily? Ja. Lily? Ja, ja. Ze schreef de andere. En daarachter heeft ze Sissy. Sissy? Ja, dat is de geetje. Maar is toch een bok, of niet? Ja, dat moet je. En een bok te Sissy, hè? Ja. Geetenbok. Wie had die namen bedacht? Dat is een vrouw. Maar Lily is eigenlijk, ik heb Lily kunnen metnemen van toen zo, toen ik eerst woonde. Ze schreef bij mij in bed. Maar het was 15 jaar genoeg, dan waren we nog. Bijzoer. 12 minuten gelukkig.
12 minuten? Ja, dat zijn we toch goed voor. Nee, maar dan kijk je dan al meteen ongeveer. Ja. Wat? Toch niet met z'n drieën of al? Ja, mijn broer moeten we laten werken, dan moeten we werken daar. Je kunt dat praktisch niet in Zuid-Wallen als ze haling het opzetten. Oh, en jij kijkt dan samen? Ja, ja. Het kijkt dan in de kamer, het eigen huisje. Ja. Ik woon in de voorkant en de jongens aan de zijkant. De jongens? Ja, ja. Ja, ja. 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 Hé, hey, maar dat is van de hardrock muziek ook? Nee, motor. Motor? Motor passen, ja. Zelf ook motor? Nee, ik ga wel met. Ik heb een zware operatie gehad, een shower een paar keer. Nu helaas niet meer, dus, maar dat blijft mijn passie. Maar meirie, dat lukt nog? Of ook, jo. En met wie God je dan mee? Vriend, zeg maar, dus wat een vrouw met lummen of zo. Maar eerst heb je de Harley Davidson of de Wing. Dat zijn... Goldwing zeker? Goldwing, ja. Dat zijn daar. Ja, ja, met de radio erop en zo natuurlijk. Oh, geweldig. Ja, beter als een stoel in de kamer. Ja, zit dat nog beter? Ja, zit beter, ja. Ja, ja. Hé, hey, maar je hebt het hartstikke leuk met z'n drieën, hé? Oh, ja. Maar hoe zit dat dan als er... Is er nooit een liefde in beeld geweest, mannelijk of vrouwelijk of wat dan ook? Ja, nooit. Ik heb altijd gezegd, ik wil drieën zijn, ik wil mezelf zijn. Hij wil geen meisje en mijn jongste broer Jan is 60, ook niet. Ook hetzelfde. Ja. Het zit erin, hè? Ja. Overtuigd vrijgezel. Overtuigd vrijgezel. Ja. Alsjeblieft. Ja. En nu ook. Nu is het 10 jaar, dan ga ik ook niet meer zoeken. Ik ben ook 70, hè. Zit je de oudste van de drie? Nee, de oudste is gestorven. Nee, maar van ook drie heen? Ja? Nee, ja. Nog één broer op mijn zoon. Dus 1 jaar over. Oké. Okay. Ja. Maar ik ben single al 80 jaar, dus na een scheiding zeg maar. Eén broer is nu al een beetje gezegd, hè. Harry. Plotseling net vrouw en kindje achter. Oh. En er was altijd goede zin, altijd fluiten. Als ik s'avonds waren nog hier geweest, mijn hoofd in kreeg op de telefoon, dan waren er niet meer. Ja. Hij heeft maar één straat uit en dan waren we zijn straat maken, daar werk je tegen. Ja. En op een gegeven moment kreeg hij als sister aan trekweg, doe wat je het gaat, trekweg. En ja. Die woonde hier vlakbij ook? Ja, het zit zo. Ja. Maar hoe eigenlijk meer hier? Meer hier, hij wilde ook als een tuin hier. Hé, hey, maar papa en mam zien er dan niet meer, maar... proberen dat, dan moet je het vroeger toch wel heel leuk gehad hebben. Dat elderlijk hoes voor ook zo bijzonder is. Ja. Ja, ik heb nu het hoes. Ja. Maar het is vechten, 6 broers en ik als enig meisje. Hè? Ja. Ja, ik ben vechten. Serieus? Dat kreeg ons nog de basis met zin. Ja. Maar dat was niet van aan. Nou, ook voetbal, dat de hand. Ja, je was de baken was er vroeger. Dus dat wel. Ja, je voetbalde mij gewoon. Ja. Ja, vroeger, wie veel kinderen waren op de hoogte achter. Net een voetbalveld hoor, te voetballen. Ja, ja. Maar dat zie je ook echt enkel. Ja, in Bakenhoven, ja. Echt, ja, helpen ze elkaar hier, goed allemaal hier. Echt allemaal een vriendje. Ja. Like, en, ja. Wat leuk. Maar het is, zie je ze eigenlijk met Frauke Dekkers. En waar komen de oudste bewoners wat die wonen, van 1960. En Frauke Dekkers is 100 jaar geworden. We hebben nog een feestje gehouden, maar dat moest aangepast. Maar wacht eens even, is Bakenhoven dan nog niet zo... Hoe lang wonen hier überhaupt mensen dan? Ja, langer, voor de oorlog wonen hier ook mensen. Voor de oorlog is hier nog café op de hoek geweest. Dus. In Bakenhoven was een café? Ja, dat was een café. Ja. En dat hoort hier verderop op den Hoog? Op den Hoog, ja. Dan zit ze eigenlijk vlak bij de snelweg? Ja, ja. Nee. Ja, hier trek je het gedoe. Hier doorgaat en dan trek je een lichtkant. Ja, ja. En dat kunt je ook nog goed herinneren dan, denk ik. Ja, ik ben nog niet, godzijdank, nog niet... Nee, omdat je zei van, ik ben 70 nu. Ja, maar dat was een café, daar heb je nog wel eens een pils gedronken? Nee, ik heb weer een café niet meer gekeken. Nee? Oh. Nee, ik had niet meer. Nee, we hebben dat niet meer gekeken. We weten dus van
Van van iedere oude mensen zelf een baan komen. Ja. Ja, hier is zoveel oude generatie weg, laat ik het zo zeggen. Ja. Meestal allemaal nog jong. Hoe zijn de meesten allemaal? Ja, de meeste. Maar we kunnen er goed mee omgaan. Iedereen helpt elkaar. Ja, ja. Ik heb nog zelfs jaren terug, hè. Heb ik nog in de gezet gestaan, gewoon wonen bij mij. En dat ging over de Limburg, die ging ook heukjes af. Heb ik ook alles zo verteld, hè. Maar ik heb gewoon nu kreeg, maar ik moest alles vertellen. Ik zei net tegen hem, ik zei, we hebben nog nooit een aflevering van Ongerweeg in Bakenhoeven opgenomen. En vandaag is het voor het eerst in 1600 zoveel afleveringen. Ja, ik weet het wel nog niet. Frank zei net al van, er zullen toch niet veel gehuchten zien waar we nog nooit in Afrika. Ja. Nou, Bakenhoeven. Ja. Ja, de meeste mensen weten het ook niet. Ik moet het helpen. Ja, en dat moet net gebeuren, hè? Want we zien hier alles doorheen rijden. En dan zussen nemen. Dat heb ik toen ook in die tegen in die gezet gezegd. Ik, als je dat vergeet, wil ik hier staan. Ik wil hier niet weg. Nou, wie moeie staat? Ja. Ja hoor. In het elderlijk hoes. En mocht er wat zien qua gezondheid, met één vernucht, dan zorg je denk ik ook wel voor elkaar. Ja, tuurlijk, dat zit erin. Ja, ik zorg voor hem. Dus, dat zit erin, ja, maar het is echt... Wie terug kwam, nou het wordt een opleving. De Derkes, wie blond, die Peertje. En nu heb je aan mijn broer dan die knieën, ja, die heb ik vanmorgen dan schoon gemaakt. En die kennen dich dan. En dan Sissy of Lily, mijn kuske, heb ik dus metgenomen. Maar die heeft altijd bij mij in bed gelegen. Ja, die heeft aan het bed. Ja, Lily loog bij jou ook in bed. Ja, die zijn Deter woonde. Die in Deter woonde. En dan werden ze gedoucht, zeg maar. En dan gingen ze naar boete. En dan werden ze geborsteld en gedoucht. Ja, daar heb ik nog foto's van, ja. En nu heb ik WG komen te wonen, onze broer Jan heeft dat zo lang voor haar gemaakt. En nu is de wijk klaar, zeg maar, en nu zit ze in de wijk. Dat is beter voor haar ook, dus langzaam afgeboet. Ja, want dan moest ik steeds voor een groter bed zorgen natuurlijk. Ja. Ik heb nog twee hondjes, die willen er ook bij liggen.